New Manila, Quezon City. Hier bevindt zich het opvangcentrum Home Sweet Home, een bejaardentehuis voor gepensioneerde missionarissen, schutisten. Na een hard leven van missioneringswerk, een plaats om tot rust te komen. In Home Sweet Home ontmoeten we Jan Van Bauwel. Hij is manager van Home Sweet Home. Je kunt me Jan noemen. En als je dat zo'n beetje plechtiger wil doen, dan kun je pater bij zeggen. En mijn werk hier, de officiële titel is rector. Het werk is zorgen voor het huis met de oudere paters. We zijn nu met 9 die retired zijn. We hebben nog een retirement home in Baguio, waar er ook een stuk of 8 paters zitten. Want de ouderdom van de paters gaat naar boven en er komen er geen nieuwe bij. Als we in een officiaat binnentraden in 40, na een dag of 10, werden we gevraagd waar we graag naartoe zouden gaan. En iedereen heeft toen gekregen wat ze vroegen. Een deel, de helft, naar Congo en China en dan, we waren met 5 voor de Filipijnen. Daar heeft mijn vader zelfs iets mee te maken, denk ik. Die was erg geïnteresseerd in etnologie en al die zaken. En die zegde, dat ziet er een heel interessant land uit om aan te vragen. En zo om hem content te stellen, denk ik, heb ik dat wel gevraagd. Verder wist ik er niet veel van. We're going to buy things still. 82 jaar jong, zo moeten we vader John omschrijven. Elke dag doet hij nog de boodschappen. Eten, drinken, maar ook luiers voor de bedlegerige collega-schutisten. Vader John rijdt zelf met de auto en trotseert zonder verpinken het chaotische verkeer van de hoofdstad Manila. Als ik retired ben in Bayumbong van de universiteit, dan ben ik hier gekomen. En na enkele half jaar hebben ze me gevraagd van rector te zijn hier in dit huis. Je kunt u redens geven waarom niet of wat. Maar ja, als je iets nog gewoont hier en je kunt nog op enkele manieren ten dienste staan van de anderen, zo. Vandaag is het feest in Home Sweet Home. Een collega van vader John werd 70 jaar geleden schutist en dat moet gevierd worden, onder leiding van, natuurlijk, vader John. Dit is een European cake, Black Forest. Look at this barbecue. Brandy from Jerez de la Frontera, from Spain. Het gaat heel goed met de cake. Dat ben ik niet gewoon, zie je, van dat veel open te doen. Dat is een flesje dat ik van die oude gekregen heb. Zo ik zeg, ik zal het vandaag maar een keer open doen. Hè. Er is heel wat veranderd in die jaren. In het begin, ja,
Er waren er 20 miljoen, nu zijn er 80. In het begin was er veel minder vooruitgang. Er is veel, veel vooruitgang gekomen op alle gebied. En ja, er is nog veel te doen. Dat is Luc Moortgat. Die zorgt voor de blinden. En doven en andere gehandicapten. Dat is mijn former student in Baguio. Hij is nu de associate. Hij has been missionary for 25 years in Brazil. Dat is de dean of the MST. Dat is een Indonesian confrère. He was once upon a time he was an angry theologian. Dit is onze kapel. En het is een speciaal kruisbeeld. Het is gemaakt van de national artist Contreras op het gegeven van Ver Miranda, een pater die Heilige Schrift doseert. Christus rising from the cross. Christus die van het kruis naar de hemel gaat. Wel, wat is bidden juist? Hè? Er zijn er veel die dat niet weten dat ze aan bidden zijn misschien. Nee, als je zo op zaken denkt of ermee bezig bent, in dienst van anderen, dat is al een expressie van een zekere relatie tussen u en die andere mens. Maar God komt er ook in kijken, denk ik. Samen met vader John verlaten we Manila en rijden we naar de provincie Noord-Luzon, naar Bayombong. Daar bevindt zich de St. Mary's University. Hier werkte vader John meer dan 30 jaar. Een rit van 300 kilometer. Maar we zullen meer dan 8 uur onderweg zijn. I recognize still some faces, but to put a name on it, no? Some are students, I can see that you are not students anymore. Als je zulk werk kunt en mocht doen en je ziet die scholen groeien, je ziet de mensen groeien, dat geeft voldoening en rijkelijke voldoening. Toen Jan Van Bauwel in 1948 naar de Filipijnen kwam, begon hij onmiddellijk in het onderwijs. Eerst in het humaniora, later in St. Mary's College, een hogeschool die hij omvormde tot een universiteit en waar hij 30 jaar lang rector van was. Ik heb er moeten voor zorgen dat ze zich verder specialiseerden. En heb ik ze gestuurd naar andere universiteiten hier om een master's degree te halen, om een doctoraat te halen en zo. En nu is St. Mary's University is aanzien als een van de betere universiteiten. Ik zou het nooit kunnen doen hebben zonder de hulp en het werk van al die mensen ginder. Dat waren onmogelijk. Om rector te kunnen worden van St. Mary's moest pater Jan vader John worden. Toenmalig president Marcos eiste dat belangrijke functies enkel door Filipino's konden worden uitgeoefend. En zo nam Jan Van Bauwel de Filipijnse nationaliteit aan. Principieel had vader John daar geen probleem mee. Hij voelde zich al Filipino. Ook aan de Filipijnse natuur heeft vader John zijn hart verloren. Hij neemt ons mee naar de rijsterrassen van Banao, het 8e wereldwonder. Thank you.
In St. Mary's College hebben bestuur, professoren en studenten een welkomstviering voor vader John georganiseerd. De dankbaarheid van deze mensen is ongelooflijk. Nog steeds zet Jan zich in voor de lokale bevolking en dit door middel van de organisatie Konina. Konina, de godin van de wieg. De belangrijkheid van waar uw wieg gestaan heeft, dat bepaalt gedeeltelijk heel veel van uw leven. En zo om de mensen te helpen die hun wieg niet op dezelfde plaats stond, zo steunen ze die mensen om hun kinderen een betere toekomst te geven. Meer dan 100 Belgische families voelen zich dankzij Konina verbonden met de Filipijnen. Zij betalen het schoolgeld van Filipijnse kinderen en verzekeren hen zo een betere toekomst in de Filipijnen. Jan Van Bauwel keert niet meer terug naar België. Hij blijft bij zijn mensen. Wij vragen ons af wat we hem nog mogen toewensen. Ja, op mijn ouderdom veel van hetzelfde. En wel, nog een gelukkige oudere dag.